Good morning, guys. My name is Mark. I'm from the Netherlands, so my English is not perfect, but I made a whole bunch of videos on the famous Lac de Saint-Cachen. We translated it. I speak in Dutch in the videos, but there's a subtitle below it in English, and we would like to know if you like to watch these kind of videos with subtitles. So please have a look now at my premium video. You can watch it for free on YouTube, and let us know in the comments if you'd like to see more of these kind of movies, guys. Thanks. Echt een ziek resultaat. 4 vissen op de eerste dag. Je mag nu zwemmen. En dan ga ik lekker snel naar huis. Ja. Bedankt, jongen. Toen ik die vis in het net had, ging ik op mijn net zitten. Brak mijn steel af. Mijn waterpak is lek. Zit een gat precies bij mijn reet. Dat is ook mijn afstandsbediening van mijn bootstels naar de kloten. Dat is helemaal een ruk. Kilo, jongens. Yes! Zieke shit. Ik ga even concentreren op de drill. Goedemorgen, jongens. Even een lekker nachtje in coma gelegen op de camping. Dat was wel nodig. We zijn vandaag precies 3 weken onderweg. Ik heb 3 weken keihard gevist, waarvan de laatste week samen met Daantje. Maar daarvoor ben ik helemaal vol gas gegaan. Ik was dus aardig verrot. Qua vangst was het echt bizar. Ik heb zoveel vis gevangen, dat heb ik nog nooit eerder gevangen. Volgens mij heb ik nu iets van 128 vissen. En het is ook bizar hoeveel grote vissen. Want volgens mij zit ik ook nu op 48 vissen boven de 15 kilo. Waarvan een stuk of, moet ik het goed zeggen, 28 vissen boven de 18 kilo zelfs. Dus wat dat betreft is het echt enorm. Uiteraard liep het anders als gehoopt. Ik had natuurlijk eigenlijk op het Stielmeer hier achter willen vissen. Dat bleek gesloten te zijn. Dus ik moest mijn hel gaan zoeken op nieuwe water in de buurt. Maar ja, dat vind ik fantastisch. Lekkere nieuwe watertjes ontdekken, bevoeren en bevissen. Ik heb het super naar mijn zin gehad. Nu gaat het echte serieuze werk beginnen. We gaan terug naar Cachen. Daar valt zeker nog wat te halen voor me. De Cachen 50 zou het mooiste zijn wat er is. Dus gas erop, jongens. Zie jullie later. We zijn aangekomen bij het huis op Lac de Saint-Cachen. Ik heb net een uurtje voor pampers gelegen in de zon. Vermoeidheid zit in het lijfje. Ik heb even de moed bij elkaar geraapt. Even al mijn spullen gaan uitzoeken. Lekker soortje. Ik heb tijgernoten gekookt. En ik ga nu voornamelijk even de boten fixen en het voer sorteren. Kijken of ik überhaupt nog voer over heb. En ik dacht eigenlijk van, het is nu zaterdag. Doe even het weekend rustig aan. Maar ik ken mezelf. Lukt sowieso niet. Gaan zo meteen toch gewoon even 1 stekje aanvoeren. Stekje die ik in het najaar bevist heb. Zo, mooi mixie gemaakt. Dat zijn 4 kilo bolies die ik toevallig nog over had. En dus ongeveer 3 kilo tijgernootjes. Pootje ligt in de auto. Op naar het meer, jongens. Fantastisch. Zo, terwijl Daan even de auto wegzet, maak ik de boot compleet. Het is echt bizar hoeveel hoger het water staat. En dat scheelt een hoop gesjouwe. Van het najaar moest ik hier echt nog naar beneden lopen, een paar meter. Ik denk dat het zo 4 meter hoog staat. Dat is wel even relaxter, jongens. Ja, 2 mooie dingen op Phil. Jij en de magische Cachenbrug, jongens. Geen eiland te zien waar ik op heb gezeten toen de boten door mijn lijnen gingen. Het staat helemaal onder water. En we gaan gewoon weer even de Noordarm in. Nou, we zijn dus nu weer in de Noordarm. Stek waar ik van naar heb gevist. Het is echt bizar hoe anders het water eruit ziet, omdat het zoveel hoger staat. Het maakt het ook wel lastig om te zien of er vissers ergens zitten. Want ik vaarde net langs de kant en opeens zaten er vissers in de bosjes. Dus het is moeilijk om een overzicht te hebben van het water, wie wat waar zit. De reden waarom ik nu even hier naartoe vaar is omdat ik deze stek goed ken. Het is een mooi langzaam aflopend taluut. Ook schoon. Eigenlijk waar ik vorig jaar met mijn stoeltje zat, daar zou ik nu ongeveer gaan vissen. Er staan geen boomstronken, dus hier kan ik relax vissen. En het is op een mooie kop. Dat is even het enige aanknopingspunt wat ik voor nu snel heb.
Noord-Amsterdijk bekend als najaarsarm, diep stijl. Dus ik wil eigenlijk de komende weken in de andere armen gaan vissen. En ik denk vooral de zuidarm. Vissen paaien grotendeels in de westarm, maar dat is dan ook gelijk de drukst beviste arm, daar wil iedereen zitten. Dus ik denk dat ik lekker diep de zuidarm inga, die is ook een stuk ondieper. En dan gaan we even kijken of we daar een paar mooie stek kunnen vinden. Dus gaan we even uitzoeken welke dieptes de vis zwemt. Dus ik vuur nu het talud aan vanaf de kant, denk een meter of 4 tot en met een meter of 12 diep. In het begin gaan we lekker verspreid vissen. En dan mochten we vis vangen, kunnen we vanzelf wel bepalen wat de goede dieptes zijn en ons daar meer op concentreren. Toch alweer een mooi stekje zo. Ik heb nu al een goed gevoel erbij. Waarschijnlijk gaan we niks vangen, maar het gaat om het gevoel. Het gevoel is goed. Oh, sorry, krijg ik tijd met de sap? Nee hoor. Oké. Mooi. Zo, goedemiddag boys. Het is zondagmiddag. Het is 3 uur geweest net. Ik heb vandaag even een gezellig dagje met Daan gedaan. We zijn naar Cannes gegaan. Helaas zit het weer niet echt mee, want het begon te regenen. Dus toen zijn we naar de bus gevlucht en weer naar huis gereden. En ik ben nu onderweg naar het meer om weer even de stek aan te voeren. Dat moet immers wel gebeuren, weer of geen weer. Ik ben dik aangepakt, lekkere anorak aan, waadpak aan, pet op mijn kop. Dan gaan we weer eens even het stekje voorzien van wat lekkers. Het mag dan niet zo lekker weertje zijn om lekker te gaan shoppen en lunchen in Cannes. Maar op zich is het wel prima visweertje. Het is 18, 19 graden. Er staat best wel een windje op het water. We zijn nu op het centrale punt. De wind blaast aan de overkant naar de plages, de stranden zoals de stekken heten. Het ziet er goed uit om vis te kunnen vangen. Ik zou eerlijk zeggen dat het ook gelijk direct kriebelt om een visspullen te halen en te gaan vissen. Maar ik moet me een beetje inhouden. Nou, moet niet, maar ik probeer het. Vanaf morgen gaat het visgeweld weer losbarsten. Het mooie is in ieder geval dat ik mijn voerschep uiteraard vergeten ben. Dus we gaan lekker met onze klauwtjes grijpen in de Boli Tijgernet Derry. Het is niet anders. Het is echt een lekker visweertje, jongens. Het is gewoon niet zo koud hier. Toch lekker windje op het water. Af en toe een buitje. Die visjes die moeten wel lekker aan het aan zijn ergens. Zo, die is leeg. Die is vies. Tijd om weer terug te gaan, jongens. Gaan we even naar het huis en dan ga ik even al mijn vispullen tunen voor morgen. Best chill hoor, zo'n bootje. Geen straf dit, jongens. Ook al is het slecht weer. Ik ben even alle hengeltjes weer aan het klaarmaken. Ik wil graag een verse nieuwe start hebben, dus ik heb alles eraf geknipt wat erop zat. Gewoon weer even terug naar de gevlochten hoofdlijn. Alle oude voorslagen eraf, chotters, heel de bende. En ik ben nu weer nieuwe voorslagen erop aan het knopen. Gewoon mono snack leaders, 50-honderdste. Dat er best wel wat met wat obstakels en stenen te maken hebben. Voorslagje wel nodig. Daaraan knoop ik een leader, zo'n transparante leader van Nash. En erop vis ik een inline systeempje. Wat ik op zich wel mooi vind, om in ieder geval te zorgen dat de laatste meter op de bodem ligt. Eerst pak ik zo'n nieuwe slack weight van Strategy. En in plaats van dat ik die op dat rubbertje schuif die erbij zit, schuif ik hem op mijn leader. En als ik hem dan naar boven schuif, op het lusje, dan blijft hij net mooi hangen. En mocht ik onverhoopt lijnbreuk krijgen, dan zit hij in ieder geval niet heel vast. En dan zal hij in ieder geval gelijk de afval als het lut er tegenaan komt. Morgen jongens, en het is een goede morgen, want ik heb lekker geslapen. Ik zou eerlijk zeggen dat ik eerst het idee had om vanochtend vroeg te gaan vissen. Maar ik voelde me gisteravond zo beroerd. Gewoon opeens zo slapjes, noem maar op, vermoeid. Ik denk, het is verstandig om gewoon nog even een nachtje goed te slapen. Want we hebben immers tijd zat hier. Dus onzin om het nu al te gaan forceren. Dus ik heb lekker geslapen tot 8:30. Het is nu 9:50 en we gaan naar het water. Het idee is om eerst even wat stekken te bekijken in de Zuidarm. Kijken hoe we daar aan het water kunnen komen. Dan wellicht kijken of we een mooie stek kunnen vinden en wat kunnen aanvoeren. Dan gaan we even warm eten thuis tussen de middag. En dan na de lunch gaan we lekker vissen op de aangevoerde plek. Tot vanavond. Ik ben erg benieuwd. Het is vies weer. Regen. Dus geven we de hele dag regen op. Zo, dus even het eerste plekje waar ik een paardje naar beneden zag. We kunnen helaas niet met de auto hier naar beneden. Maar met spullen zou wat te doen zijn. En naar beneden gaan, dat lukt altijd wel. Om vervolgens weer naar boven te komen, dat is het zware werk. Zo, je zuidarm vol met baadjes, punten, oneindig veel stekken. Oké, jongens, ik heb gerend. We staan
sta bij een baantje te kijken beneden. Ik heb wel 4 of 5 vissen zien springen onder de kant. Dus plannen wijzigen. Snel 2 hengels pakken, denk chots eraan. Even 2 eens proberen. Als ik iets heb geleerd is op Kashen, is locatie, locatie, locatie het belangrijkste. Het lijkt erop dat die karper zit, dus vast erop. Even kijken hoe we bij het water precies komen. Waar ik net stond is niet de ideale hoek om vanuit te vissen. Daar weer een plons, iets verder uit de kant. Maar we gaan hier meer naar rechts vissen. Dicht onder de kant. Snelle actie, we zitten droog en we zitten te vissen, jongens. Prachtig. Sprong net weer een visie. Wederom geen grote, maar een cachent is een cachent is. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we op de eerste dag gelijk een vis kunnen strikken. Wellicht wat te veel gevraagd. Yes! Oh, koud jongens. Dat is een goed teken jongens. Maar dit wat minder. Ik kreeg aanwijzing op links. Maar er bleek een van de boom onder water te staan. En daar zat mijn lijn erin. Ik dacht, ja, k***. Ik erin gezwommen. Lijn losgehaald, staat dan op de GoPro. Hengel gezonken. Doe maar op. Ik heb het ijskoud. Oh, ik ga hem even aankleden. Dit is lijp, gaan mijn andere hengel ook af. Zieke shit, ik ga even concentreren op de drill. Kom op. Yes! Woe! Zieke shit jongens. Tweede vis zit ook in het net. Het zijn 2 spiegels. Geen mega bakken, maar wel super mooi beschut. Oh, ik heb het koud. Ik heb even snel mijn hoodie aangetrokken, maar ik ga eerst even naar de auto om mijn jas te halen. En om even een beetje op te warmen, want ik ben flink aan het trillen. Zo, ik heb ondertussen even mijn spullen weer naar de auto gebracht. Alleen die vissen liggen hier nog. Ik heb wat bolies meegenomen. Ik denk dat ik hier een kilootje of 2, 3 verspreid erin stik, niet te veel. En dan kunnen we hier eventueel morgenochtend weer een paar uurtjes proberen. Ik weet in ieder geval dat de vis in de buurt zit of zat. In ieder geval dat we ze kunnen haken op de ondiepe plekjes waar ik had neergegooid. Dus ik ga gewoon even wat bolies erin gooien. En als het een beetje een droog momentje is, gaan we even de vis op de foto zetten en filmen. En dan gaan we lekker naar huis. Ik denk maar weer even douchen. Ik heb natte kleren uitgedaan. Ik wil even weer droge kleren aandoen. En dan gaan we denk ik naar de voerstek. Oké jongens, nu even ziek snelle actie, want het giet is niet best voor de cameraapparatuur. Het slechte nieuws is, 1 vis is ontsnapt uit het net. Maar goed, de grootste van de 2 die hebben we nog. 15 kilootjes, mooie vis. Zo te zien heeft hij al gepaaid, denk ik. Hij is een beetje wild, maar wel een beauty hoor. Prachtige vis, super blij mee. Had ik niet op durven kunnen hopen. En zeker niet omdat ik er gewoon vanuit ging dat ik stekken ging zoeken. En dat je dan gelijk 2 vissen vangt. Bizar. Je mag weer zwemmen. En dan ga ik lekker snel naar huis. Ja. Bedankt jongen. Yes! Zo, daar even warm binnen. Ik lijk even foto's op de laptop. En ik had al zo'n voorgevoel. Het is een vis die ik ook in oktober heb gevangen in de Noordarm. Echt bizar. Van de honderden, zo niet duizenden vissen die er zwemmen, vang ik gewoon weer dezelfde. Maar goed, sowieso blij mee. Dan ga ik eventjes het maatje lekker vullen. Ja, dat is wel goed. Oké jongens, we varen naar de voerstek. En het bizarre is, het is droog. Prachtig. Kun je in ieder geval droog overkomen. Gelijk ten neerzetten, want dan ziet het wel daarna uit alsof het weer gaat regenen. Dan gaan we een paar uurtjes vissen jongens. Het is denk ik 1 uur of 3:30 als de hengeltjes in liggen als we het redden. En dan gaan we gewoon tot vanavond proberen, zonsondergang. Hopelijk zien we wat vis springen, wat aanknopingspunten.
Ik ben benieuwd. Het is een compleet andere stek als waar we de vissen vanochtend hebben gevangen. Het is echt een type steile arm. Je moet het hebben van de rondtrekkende vissen. Maar we gaan het zien. Dus we hebben alle hengeltjes liggen in. En dan zou je denken, jongens. Nou, eens even lekker onderuit ploffen op de stoel. Maar die zijn we uiteraard vergeten. Geen stoel bij ons. Lekker hoor, zijn eerste visdag. Lekker chaotisch. Dus we gaan lekker met onze billetjes op de grond zitten. Lekker warm. Gelukkig heb ik waterpak aan. Ik heb mijn rechterhengel al langs de kant uitgevaren. Ligt best bizar. Ligt op een steen. Het is een mega steile kant. Dat wist ik al van toen het water een stuk lager stond. Eigenlijk valt er niet te vissen, maar ik heb hem echt op een rotsblok gelegd. Ik denk op 1,5 meter diepte, max 2 meter. Ik kon precies zien hoe ik hem neerlegde. Het is een beetje een bonushengeltje. Als die gaat, zou het vrij bizar zijn, maar wel vet. Andere 3 hengels liggen dus op de voerplek. Ik ben heel benieuwd. Vorige keer gebeurde hier voornamelijk 's avonds tegen het schemer aan. Dus we gaan sowieso wachten tot het schemer. Kijken of we vis zien springen. Ja, het zou eigenlijk te mooi zijn, dan zou die hier aflopen. Dus waarschijnlijk gaat het niet gebeuren. Wel weer fijn om hier terug te zijn, jongens. Echt mooi. Hoppakee. Woe. Wat een kanon. Vis in het net. Yes! De camera lag op de lader, dus ik heb de run niet gefilmd. Misschien staat hij nog wel net op de GoPro. Maar het is een mooie schub. Goed teken, jongens. Bizar dat hij nu al afloopt. Prachtig. Het is ondertussen wel een beetje gaan regenen. Maar goed, ik ga even de vis in de sling doen. Even een spulletje ordenen. Het enige wat een beetje jammer is, toen ik de vis in het net had, ging ik op mijn net zitten. Brak me stil af. Dat betekent dat ik nu geen net meer heb hier. Maar goed, ik wil wel blijven vissen. Dus we gaan even kijken of we dat een beetje handig in elkaar kunnen harrien. Een soort MacGyver net gaan we ervan maken, denk ik. Het is echt bizar, jongens. Wat een kanon van een schub. Hij is niet zo heel dik, maar het is echt een boomstam. Ik denk na een kilo of 17, misschien 18 als gelukkig. Toen hing ik hem aan de wegen, ging hij over de 20 kilo. Ik denk, hè, dat kan toch niet? Ik mijn weegzak et cetera weer op nul gezet. Check, check, dubbel check. En hij was gewoon 20 kilo in een streep. Eerste vis van de voerplek. Bizar, hij kwam van diep, tussen de 10 en de 11 meter. Dus het wil niet gezegd zijn dat alle vissen van ondiep komen. Wat een kanon. Ik ga hem weer laten zwemmen. Ik ga even kijken of ik mijn net kan fixen, want dat is wel dingetje. Oké, dit moeten we hem even gaan doen, voorlopig. Ik heb hem uitgehold, er zat allemaal van dat carbon in dat ding gelijmd. De stok erin gestoken, maar die zat losjes. Ik heb hem even een stukje stof tussen gedaan. Ik heb hier wel lijm van mijn waadpak. En van mijn waadpak en voor mijn boot. Maar goed, dat zijn van die tubers lijm. Die je dan 3 jaar niet gebruikt. En als je hem dan eindelijk een keer openmaakt, dat heel die lijm is hard geworden. Dus daar hebben we ook echt geen reet aan. Dus mocht ik nog een vis aankrijgen, moet ik hem echt last minute scheppen. En vooral geen druk zetten, denk ik. Dus gewoon heel voorzichtig het net omhoog. En dan met samengeknepen billen hopen dat het goed gaat. Voor de rest is ook mijn afstandsbediening van mijn bootstel naar de kloten. Dat is helemaal ruk. Vooral om zelf foto's te maken is nu heel erg lastig. Dus die ga ik even opnieuw bestellen. Laat ik naar Pilaar sturen, want die komt volgend weekend. Mijn waadpak is lek. Zit een gat precies bij mijn reet. Ik denk dat ik ergens op ben gaan zitten, want er zit echt gewoon een scheur in. Dus ik ging net met die vis in het water en ik voelde zo heerlijk mijn been vollopen. Het is fantastisch, jongens. Het is inmiddels 7:30. Ik zal even kijken hoe laat de zon ondergaat, tot hoe laat we mogen vissen. En dan gaan we ook gewoon lekker op tijd naar huis. Even weer alles ordenen. Alles is zeiknat. Het is één grote chaos. Je kent het wel. Eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Even een visje op de valreep. Ik was net mijn spulletjes langzaam aan het opruimen. In de ondiepste hengel daar vandoor, de linkerhengel. Lag op een metertje of 4. Kleine schuppie.
Er draaide net een vis hier voor de kant. Echt onder de kant die ik naast die doorzwemt, dan komt hij over je heen. Zo, moet die wegzinnen. Prachtig. Echt een ziek resultaat. 4 vissen op de eerste dag. 2 deze stek, 2 de andere stek. Ga hier zo meteen nog wat voer erin stampen. En dan gaan we morgenochtend denk ik eerst naar het plekje waar ik die 2 spiegels vanochtend had. En dan kunnen we deze stek smiddags nog een keer aanvoeren. En dan gaan we einde van de dag denk ik op zoek naar nieuwe stekken. Kijken of we wat vis kunnen lokaliseren. Prachtig. Ik ben al helemaal in mijn element hier, jongens. Deze mag weer zwemmen. Dankjewel, jongen. Ga maar weer. Dan ga ik even snel mijn zooi pruimen, want het is zo donker. Moeten we weg zijn. Zo, zijn we op de terugweg, jongens. Met een grote glimlach op mijn gezicht. Prachtig. Daantje komt eraan, die komt me oppikken. Waar vind je zo'n vriendin? Die moet koesteren. Fantastisch. En ga ik thuis lekker douchen. En dan gaan we morgen gewoon weer vissen. Heerlijk. Overmorgen ook. En die dag erna ook. Ik wens jullie voor nu een goede nacht. Welterusten. En tot morgenochtend. Goedemorgen, jongens. Het is 2 minuten over 7. En we crossen langs het meer op naar de stekker de Zuidarm. Zo, zijn er. Lekker ritje. Jongens, als mijn hoofd niet vast zat, zou ik die dus direct vergeten. Even in volgorde qua niet belangrijk naar belangrijker wat ik vergeten ben. 1. Een pet. Met kapseltjes in 's ochtends. 2. Mijn tas met laptop, GoPro en drone erin. Beetje jammer. 3. Uiteraard. Stoel. Die stoelen staan in een kamer waar ik niet zo snel kom. Dat ding moet gewoon in de auto gooien. Dramatisch. Maar het goede nieuws is, het ziet er zeer carpy uit. Mooi, waar gaat het al? Lijpe shit, jongens. De lijn was nog aan het afzinken en hij ging er al vandoor. Sorry dat ik het niet kon filmen. Het is echt prachtig, jongen, met die douw over het water. Maar goed, hij zit net. Mooie spiegel, denk eind 20, begin 30. En ik ga nu als de brandweer even die hengels inleggen. Douw de vis even in de sling. Ga ik die zo meteen laten zien. Maar we moeten zorgen dat even alle hengeltjes in liggen, want dit is een goed teken. Dit is hem, jongens. Werkelijk prachtige spiegel. Net geen 16 kilo. Ik denk dat de hengel 5 minuutjes in lag. De lijn was nog aan het afzinken en ging er vandoor. Het zag er ook wel erg carpy uit. Ik moet zeggen, het is nu heel erg mooi weer. Het is windstil, dus ik vraag me af of er nog actie komt. Goed, dat kan natuurlijk altijd. Ik ga deze unit weer laten zwemmen. En dan gaan we even een ontbijtje eten. Yes, hij gaat toch nog. Ah, zo. De vis is weer vrij. Het is op 2 plekken vast. Het is altijd even spannend, jongens. Zieke spiegel, jongens. Yes! Yes! Ik leef nog steeds, jongens. Het leek even alsof ik overleden was omdat het in zwart-wit was. Waarschijnlijk ook een van de knopje aangeraakt tijdens het drillen. Sorry, jongens. We zijn weer in kleur. We zijn weer terug. Dat is hem, jongens. Shambaki. Prachtig. Gelijk hengeltje maar weer even neergelegd, want het richtje was nog goed. Wat een kanon. Net geen 20 kilo. 19 zoveel. Hij is wat leeg, maar dat deert niet. Met zo'n schoonheid, jongens. Fantastisch. En een mega goed teken dat hij gewoon nog een keer afloopt. Dus wat ik ga doen, is ik ga deze stek even bevoeren. Maar even kijken wat we vanmiddag gaan doen. Als we hier gaan voeren. Ik denk dat we misschien vanavond nog een paar uurtjes in de Noordarm vissen. Kijken of we daar weer een visje kunnen strikken. Ik ga eerst deze jongen weer laten zwemmen. Ga ik mijn spulletje langzaam opruimen. En dan gaan we even de boot in. Dankjewel, jongen. Wow. Zo, even een paar kilo's voer naar beneden gesnokt. En dit is hoe we de tijgers willen hebben. Lekker slimy. Ga denk ik hier voor een kilo 5 voeren. En dan gaan we verder de arm in, jongens. Toch maar even het motortje gehaald. Het is natuurlijk een kleine moeite om weer helemaal naar boven te lopen. Naar de auto, weer naar beneden met dat zware ding. Dat moet je gewoon doen, zulke dingen. Kunnen we in ieder geval weer wat nieuwe stekken aanvoeren. Het zou zonde zijn als we dat niet gedaan hebben. Dan hebben we weer achteraf de spijt van. Dus gas erop.
Er zit een eeuwvis in de buurt. Want er sprong er zojuist eentje. Ik heb best heel verspreid gevoerd, dus er ligt niet echt een hoop voer op één plek. Dus het is meer van, joh, als er vis in de buurt zit, weten ze dat er overal even wat te smikkelen valt. Dan gaan we dat morgen nog een keertje herhalen. En dan gaan we denk ik die dag erna, gaan we hier een dagje zitten. Sowieso een stek met veel opties. Er sprong net wel een vis, dus er zit in ieder geval een vis in de buurt. Maar daar was ik op zich niet heel bang voor. Alleen nog even kijken of we ze ook kunnen haken op die stek. Dan ga ik als de brand weer terugvaren, ik hoop dat mijn accu het redt. En dan gaan we een hoop shit regelen, jongens. Boodschappies, tijgenootjes koken, et cetera, et cetera. En dan tune ik later op de dag weer in. Ja, dat doe je liever niet. Raptorboot op je car leggen, niet te tillen. En we gaan weer even de... Hoe zullen we dat noemen? De, niet de afgang, maar de... Ja, de weg naar beneden in ieder geval lopen. Het ravijn. Het ravijn in. Weg des doods, mega zwaar. Maar ik heb een plannetje. Ga ik jullie zo meteen vertellen als ik lekker relaxed in de boot zit. Heel grappig. Ja. Zo, dat is echt een beproeving, jongens. En een zeer slecht idee. Ga ik niet nog een keer doen met die Raptorboot op elkaar. Tenminste, dan moet ik in twee keer lopen. Nu ook alles in één keer in die boot ook. Dramatisch. Ik denk onderweg 5 keer gevallen. En zo is het niet best voor mijn spullen. We zijn hier op een riviertje. De laatste keer dat ik hier was, was het een schattig beekje. Ik kon je eigenlijk gewoon overal hier lopen en door die rivier lopen. Maar het water staat zo hoog nu en het stroomt lekker. Dus dat is mooi. We zijn achterin de Noordarm. Wat ik zei, plannen zijn iets gewijzigd. We gaan een klein risicootje nemen. Het is echt bizar hoe snel de tijd gaat. Hoe snel zo'n dag voorbij vliegt. Vanmiddag even boodschappen doen, relaxen, alle beelden op de computer zetten, noem maar op. Voor je het weet is het 5 uur. En dan nog eten, spullen klaarmaken, noem maar op, is het 6 uur. Dus toen kreeg ik het idee van, joh, ik ga gewoon lekker de Noordarm in. Ik ga overnachten op de stek. Want anders kost me gewoon te veel tijd. En ik wil er wel per se vissen. Ik ga vannacht niet vissen. Ik laat mijn hengels niet inliggen. Dat risico is me te groot. Zeker nu in de eerste paar dagen. Als je gepakt wordt, sowieso direct je hengels kwijt. En het is iets van €500 boete per hengel die je in hebt liggen. Dus dat is een beetje een heel duur grapje. Het idee is om dan in de loop van de ochtend naar de brug te varen. Daar komt Daantje naartoe met de auto. Die neemt wat eten mee. En dan gaan we de dag vissen op de stek waar we vanochtend hebben gezeten. Dan kan ik de andere stek weer aanvoeren, de nieuwe stek. En dan ben ik benieuwd of ook gedurende de dag / avond er vis vanaf de stek komt. We hebben nu 2 keer ochtend gezeten, 2 keer 2 vissen, dus dat is super. Prachtig, jongens. We zijn er. Het stekkie. Gaan we even de brand weer die hengels inleggen. Zo, dat was even snelle actie, jongens. Hengeltjes liggen in. 2 hengeltjes. Linker ligt op ongeveer 7,5 meter diepte. De rechter ligt denk ik op 10,5 meter diepte. Relatief diep. Met het idee van, we liggen wat de grotere vissen. Vorig kwam die 20 kilo ook gewoon van 10 meter. En die kleine vis daarna die kwam van 5 meter. Allebei de hengels diep. Ik heb ook alleen maar bolies bij. Geen tijgenoten gevoerd. Vissen ook gewoon met bolies. Ik ben benieuwd. In theorie zou het wel moeten kunnen gebeuren. Ik weet niet hoe laat het is, maar het is nog niet zo heel laat, denk ik. We hebben denk ik nog wel een uurtje of 2 voordat het donker wordt. Vorige keer vingen we ook net voor het donker, kregen we een aanbeet. Dus ik ben benieuwd. Ja, mensen. Daar word je echt niet blij van. Zulke beesten op je stek. Het is iets anders gelopen als wat ik had gehoopt. Gisteravond om 9:30 eindelijk een aanbeet. Bleek een meerval te zijn. Aanbeet was al een beetje raar, het was geen volle run. Ik heb al vaker hier op een lopende stek meerval gehad. En dan ving ik daarna geen karper meer. Dus dat was een beetje jammer. Dus heb ik voer eroverheen gegooid. Vanochtend vroeg hengels erop. En toen liet hij eigenlijk vrij snel af. Een schuppie. Maar klein, denk kilo of 10, als hij het redt. En sindsdien ziet het eigenlijk vrij dood eruit. Het is 7:30 nu. Ik zit een beetje te twijfelen. Maar goed, eigenlijk weet ik al wat ik ga doen. Ik ga denk vanaf hier varen naar mijn stek in de zuid. Het is echt een pokkend varen, 3 kilometer. Maar ik heb even goed uitgerekend met Google Maps afstanden en hoeveel procent accu ik heb. Of ik het ga halen. In theorie moet ik het net aan gaan halen. Dus het voordeel is dat we dan op de andere stek zitten. Dat het hier dood eruit ziet. Dus dat ik niet denk dat er hier nog wat gaat gebeuren.
daar misschien wel. En daarnaast hoef ik niet allemaal zooi naar beneden te sjouwen. Daar dan. Het nadeel is wel dat ik dan de grote boot daar heb. En dat ik die einde van de dag weer omhoog moet krijgen. Dat wordt sowieso schelden. En we zijn onderweg, jongens. We gaan er vandoor. Het vis waar de vis zit. En die zit nu volgens mij niet hier. Misschien wel, maar ik ben er niet van overtuigd. Oh, je weet trouwens raad, ik haalde één hengel binnen. Onderlijn eraf, moet je kijken. Is het natuurlijk de vraag of dit gebeurt met binnenhalen? Of dat het al zo was, gewoon dwars door midden. Zijn we de brug door? We zijn in de Zuid nu, jongens. Iets minder dan een uurtje gevaren en het stekkie is in zicht. Prachtig. Gaan we zitten, gaan we wel eens de brandweer die hengels neerleggen. Yo, hij gaat nu al. Prachtig. Dit is echt ziek, jongens. We staan nog te trillen. Wat een drill, hè? Ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen volgen op de GoPro. De vis was om een boei heen gezwommen, maar ik voelde hem al eerder schuren tijdens de drill. Maar wat bleek nou? Die kabel van die boei die lag echt 10 meter nog van die boei vandaan. Die boei was helemaal weggedreven. Echt een brute vis, jongens. Erg blij mee. En zo snel weer, hè. Zo zie je weer locatie, locatie, locatie. Zo, ik moet echt even voorbij komen. Ik ga de vis even in de sling doen. En dan ga ik mijn hengel gelijk weer even neerleggen. Dan gaan we alles gereed maken, jongens. Fantastisch. Zo, ik zit even na te genieten van de vangst. Doe je natuurlijk met hele goedkope chocoladebroodjes in plastic zakjes. De karpvissers maaltijd in Frans. Ik heb Daan even gebeld of hij wil komen helpen met de foto's. Omdat ik de afstandsbediening niet heb van mijn camera is het sowieso dramatisch om alleen foto's te maken. En van deze willen we goede foto's. Dus Daan komt eraan. We gaan de vissen even op film zetten. Mijn plan is om tot vanavond hier te blijven. Gewoon om te kijken of er ook meerdere aanbeten gedurende de dag komen. Ik heb tot nu toe alleen mijn ochtendjes gevist tot 1:12. En tot nu toe elke keer de aanbeten gehad, nu weer. Maar ja, wie weet gebeurt overdag ook wel en s'avonds misschien ook wel. Het is een mooie uitloper. De dag is in ieder geval meer dan geslaagd. Daar had ik nooit voor durven hopen, hé. Wat een vis. Yo, andere hengel. Hoppa. Lekker. Rustig aan, jongen. 25 mm kwam die op. Ik heb de richtjes net alweer geknoopt. Ho, komt het bootje weer. Ik heb net alweer richtjes geknoopt. Dus wat dat betreft kunnen we weer snel zitten te vissen. Engels lag op 4,5 meter diepte, net onder een wierveldje. Dus jij moet weer zwemmen, wilde bras. Oké, jongens, de fotograaf is gearriveerd. We gaan even de schub op de foto zetten. Mooi wadpakje voor Daan geregeld. Helemaal profi. Met een gat erin. Met een gat erin, ja. Je moet niet dieper als je billen gaan. Wat een vis, jongens. Echt bizar. Vooral bizar hoe brede rug hij heeft. Dat is echt niet normaal. Echt een kanon is het. En dan is hij nog een soort van leeg ook. Waarschijnlijk gaat hij normaal de 25 over. Maar goed, dat deert me helemaal niet. Ik ben er super blij mee. Hij staat inmiddels op de foto. Wat een vis, jongens. Van het machtige cachet, sowieso meterschub, ruim 24 kilo. Beter wordt het niet. Wat prachtig, jongens. Wat prachtig. Als we hier nog een paar van bij kunnen vangen, dat zou echt te bizar zijn. De sessie is eigenlijk nu al gemaakt. Zeker als je vergelijkt met vorige najaar, hoe moeilijk het toen was. Het gaat allemaal heel soepeltjes. We gaan hem laten zwemmen. Die ga ik met zijn water. Yes!
Heerlijk jongens. Fantastisch. Niks mooiers. Achter het bosje staat nog een derde hengeltje erbij. Hengeltjes hier liggen goed. Ga eens even in de chill modus jongens. Even een petit déjeunertje eten. Met de chocoladebroodjes van net. Dat telt natuurlijk niet. En dan ben ik benieuwd wat er nog komen gaat. Als het om 1 uur nog stil is, ga ik mijn hengeltjes even eruit halen. Ga ik even voeren aan de andere kant. Leg ik ze daar weer goed in. Overigens scheet hij 24 kilo tijgernoten uit. Dus hij heeft sowieso op het voer gelegen. Dat is een goed teken. Dus hopelijk ligt op het andere stek ook zo'n vis op het voer. Dit is bizar jongens. Ik wilde net gaan voeren op de andere stek. Ik denk ik haal mijn hengels even eruit. Dus ik was mijn linkerhengel aan het opdraaien. En terwijl ik dat doe, loopt mijn rechterhengel af. Wat een geluk dat ik die niet eerst heb gepakt. Zodat er gewoon vis boven. Zodra je altijd boven de vis komt, dan worden ze wakker. Dan gaan ze ervoor. Dan gebruiken ze vooral de diepte. Maar recht naar beneden. Het is hier niet zo heel diep, meter of 13. Maar in de andere arm sleuren ze zo 20 meter voorslag en recht naar beneden eraf. Bizar. Kom maar in het netje. Yes. Weer dik schip, jongens. Ah, dit is echt fantastisch, jongens. Samen lekker gedrild vanuit de boot. Ik voelde al dat het een grotere vis was. Die blijven toch gewoon een stuk rustiger. Niet van die uitspattingen, geen runs. Gewoon lekker diep blijven, bellen blazen. En gewoon weer recht naar beneden gaan. Ja, toen die boven kwam was het gewoon weer een mega grote schub. Langere vissen zijn toch altijd iets lastiger. Vast te houden. Oeh, lekker douchen. Wat een kanon hè jongens. Echt een droomsessie. Echt een droomsessie. Bizar. Goed, de hengeltjes liggen nu op de kant. Gaan we snel andere stek aanvoeren. Ik heb hier al wat gevoerd. Leggen we hier zo meteen hengels weer op. We hebben tot vanavond. Je zou denken, er kan nog wel wat langskomen. Maar eigenlijk is het al mooi zo. Wat een vis, hè. Wat een vis. Okay. Bye bye. Bye. De vis is weer weg. Ik ga nu snel even voeren. Ze denken een meter of, wat zal het zijn? Een meter of 800 verder de arm in. Ondertussen mezelf ook even voeren. Chocoladekoekjes en chocoladebroodjes. Daar is waar we op leven. Maar gelukkig gedaan op de stek. Ik ga lekker lunchje maken. Dus ik zou terugkomen, eerst even hengeltjes weer neerleggen natuurlijk. En dan lekker happy eten. Dan ben ik benieuwd. Het is mooi weer. Windje over het water. Het ziet er ook gewoon fantastisch uit. Zo, voorlicht weer in. Bewaar nog een beetje voor op de huidige stek. Je hebt me nooit hoe hard het gaat lopen. En gevoelsmatig heb ik genoeg gevoerd, joh. Lekker helemaal verspreid die baai in. En verspreid die baai in. Terug op de stek. Daan is lekker pastaatje aan het maken en ik ga even als de brandweer weer 2 hengels uitvaren. Eentje ga ik met tijgenoten vissen, mijn linkerhengel. Ik vis ze eerst allebei met bolies. En mijn rechterhengel hou ik gewoon met de 20 mm bolie, waar de 2 pakken van schubs op kwamen. Komt een dokke luchtje aan jongens. Daan zal er niet blij mee zijn, maar wellicht de vissen wel. Ik zal denk 3 kwartier, max een uurtje in de chill modus, lekker in het blote bassie. En toen ging mijn rechterhengel er weer vandoor op de hotspot. Ging als de brandweer, sterke vis weer. Niet van het formaat als de vorige vissen, maar wel minstens net zo mooi. Moet je kijken, hè, wat de schubben erop. Echt bizar. Zo te zien heeft hij wel gepaaid, zijn schubben zitten los, hij heeft wat kras op zijn lichaam. Maar een prachtige vis hoor, bijzondere vis, helemaal grijs van kleur. Super blij mee weer. Echt een cachetstrijder. We begonnen al met onweren. Het onweer zit nu een beetje boven ons hoofd. Het spettert een beetje. Het gaat denk ik niet heel hard regenen. Nou, we hopen van niet. We zingen het nog even een uurtje uit. En dan is het 6 uur. En dan breien we er denk ik een einde aan. Sowieso was de vis toch al meer dan geslaagd. En het is ook wel lekker om even gewoon op tijd thuis te zijn. Lekker te douchen. Vanavond nog even wat werk op de laptop doen. Gewoon lekker chill. Want morgen is er immers weer een dag. Zometeen wel nog even flink voeren hiervoor. Waar ik die vis heb gevangen. En dan... ga ik morgen op de nieuwe stek vissen. Verderop ben ik ook zeer benieuwd wat daar gaat gebeuren.
Oké, jongens, het ziet er niet uit alsof het voorlopig droog gaat worden. Sowieso tot 7:15 of zo als je op buienradar kijkt. Het is nu 6:30. Het is mooi geweest. We gaan lekker naar huis. Ik wil lekker douchen, dus we gaan ons gewoon we gaan de regen trotseren, jongens. Uiteraard ook nog even voeren zo. Daan die gaat nu de auto omrijden. Gooi ik alles in de boot en dan pik ze me zo meteen iets verderop. Dus ik weet niet of ik jullie nog zie. Anders fijne avond en tot de volgende keer. Mooie tijd, jongens. Het bootje ligt klaar. Tijd om te gaan, jongens. Het is iets voor 5:30. En Daan is zo gek geweest om het te brengen. Dankjewel, schat. Heerlijk, zo'n partner die je ondersteunt in alles. En even emmertje voer hier erin kappen. Op de bekende stek van gisteren. En dan varen we lekker door naar een nieuwe stek, jongens. Zie ik jullie daar. Zijn we, jongens. Stekje voor vandaag. Zo, alle richtjes zijn al klaar. Dus we gaan even als de brandweer die hengels uitvaren. Oké, jongens, 3 hengeltjes liggen in. Ik was altijd wat meer tijd op een nieuwe stek en wat meer stress. Sommige hengels 2 keer uitgevaren, dat ik toch niet tevreden was. Maar goed, 3 liggen erin. Ik kom eigenlijk een hengeltje tekort, want ik heb mijn 4e hengel hier. Maar ik zou er liefst 5 willen hebben, want ik zit een beetje te twijfelen. Of dat ik hem hier achter mij op een strategische punt leg. Dat is de andere 3 hengels. Of dat ik hem hier dit baadje invaar. Dat ziet er ook wel karpie uit. Wat zal ik doen? Misschien dat ik dat eerst doe en dat ik die stek hiervoor gewoon even aanvoer. Of dat ik dit aanvoer en eerst die hengel daar neerleg. Dilemma's. Even kijken wat ik ga doen. Mooie diepte waar ik gisteren ook de vis op had. Uitlopen voor dit boompje, jongens. Alleen dat er slig in. 4 stuks dus in totaal. Eentje achter mij. Richting het centrale gedeelte. Ja, dat ligt veel verder weg hoor, maar in ieder geval de richting op, richting de oude stek. Goed gevoel bij die hengel, ligt op een mooi koppie. 2 hengeltjes heb ik hier staan. Eentje rechts op het koppie, eentje links op het koppie. De arm loopt hier verder door naar achter. Daarna spitst hij zich zelfs nog een keer. Punt I heb je daar. Daar wilde ik eigenlijk eerst vissen, maar ik vind het vrij ver weg. Dus ik ga het eerst even hier proberen. En dan heb ik nog een hengeltje hier rechts staan, het karpie kommetje in. Nou, kommetje, het is best nog wel groot meertje. Denk een hectare of 2-3 of zo, dus je zou denken dat er wel een karpertje rondzwemt er ergens. Het is inmiddels 9:00 jongens en het is nog doods. Ik heb wel een braasem gevangen. Ik heb 2 hengels waar ik altijd gare piep op heb. Geen idee wat het is, misschien zo even opnieuw neerleggen. Ik heb nog niet echt aanknopingspunten voor vis gehad, maar we laten het in ieder geval, we gaan tot 12 uur sowieso proberen hier. De vorige stek had ik eigenlijk altijd vis voor 12 uur, dus het lijkt een goede periode te zijn. Als ik dan echt nog niks heb gezien en geen aanknopingspunten heb, gaan we misschien verkassen. Maar goed, kijken we zo wat het gevoel zegt. We gaan eerst even ontbijtje nuttigen. We gaan weer op de gezonde tour, jongens. Gewoon een lekker bakkie met fruit. Soja, yoghurt, granola. Noem maar op, want de junkfood heel de tijd, dat schiet natuurlijk ook niet op. Hè. Zo, na de snelste verkasoperatie ooit hebben we ook de snelste uitvaaroperatie ooit gedaan. Ik heb 2 hengels op de plekjes gelegd. Ik heb niet te veel bijgevoerd. Slechts wat verkruimde bolies en een stuk of 4-5 hele bolies op de hengel op de hotspot. Ik heb gisteravond een echte emmer voer erop gegooid. En vanochtend was denk ik rond 5:30, 6:15. Het zal nu 10:00 zijn, dus eigenlijk 4:00 geleden heb ik ongeveer denk ik 1,7 kilo erop gevoerd. Dus ik ben heel benieuwd of het weg is of niet. Als we een aanbeet krijgen, zou wel ziek zijn. Dat betekent in ieder geval dat die vissen vogels hebben lopen vreten. Maar we gaan het meemaken. Ik ga eerst even deze zooi hier achter me opruimen. Dag komt ten einde, jongens. Helaas zonder piep. Ik weet niet of het nog gaat gebeuren. Het kan natuurlijk elk moment altijd gebeuren. Maar het loopt niet zo hard als dat het gisteren dus was. Het kan zijn omdat het weer anders is. Ik denk niet dat het aan het voer ligt. Ik denk gewoon omdat het weer aan het veranderen is. Het wordt mooier weer de komende dagen. Maar goed, we zitten hier net zo lekker als thuis, dus we kunnen net zo goed lekker hier zitten. Michiel is ondertussen ook onderweg, wat ik al zei. Die zal aardig wat kilometers gereden hebben vandaag. Die komt denk ik morgenmiddag ergens aan, einde ochtend, begin van de middag. Ik wil morgenochtend nog even snel een paar uurtjes vissen.
Dan ga ik mijn plannetje uitvoeren, ga ik op het kleine eilandje zitten. Even snel met twee hengels een paar uurtjes vissen, ook in het donker. Misschien dat de vissen het dan wel doen, 's ochtends vroeg. Morgen wordt het volgens mij nog mooier weer als vandaag, dus overdag verwacht ik niet heel veel. Het zou mooi zijn als we nog even een vis kunnen strikken voor Michielderis. En dan moeten we denk ik weer op zoek gaan naar nieuwe stekken. Kijken waar de vis heen vertrokken is, jongens. Maar eerst even een lekker gezond maaltje. Vandaag is het zover. De afdaling des doods, 150 meter over een weg waar je nog niet eens begraven wil worden. Succes, jongens. Succes. Later.